om aan wat schets je me nou te beginnen, heeft iedere speler een flipboekje nodig, een stift, een uitwisdoekje. En ook iedere ronde krijgt iedere speler een kaartje. En dan kunnen we aan het spel beginnen. Wat gaan we doen? Wel, laten we eerst beginnen met onze naam in te vullen. Dus dat is het eerste wat je misschien moet doen. En dan wordt er een dobbelsteen gerold. Of eigenlijk, volgens de spelregels wordt er eerst beslist welke kant van een kaartje je neemt. De blauwe kant of de gele kant. Belangrijk is ook dat je niet aan de tegenstanders laat zien wat er allemaal op staat. Er wordt een dobbelsteen gerold voor iedereen. En nu moet iedereen nummertje 6 kiezen. Dus stel dat we de blauwe kant hebben gekozen, dan hebben we blanco. Oei. Ja. Aan de andere kant zou het woonkamer zijn. Als er zo'n streepje staat, wil het eigenlijk gewoon zeggen dat je mag kiezen welk woord. Soms heb je ook nog kaartjes waar iets tussen haakjes staat, bijvoorbeeld een bordspel, nummertje 3. Dan mag je eigenlijk zelf een bordspel kiezen. Dus je kan bijvoorbeeld, als je een bordspelfanaten bij je hebt, kan je bijvoorbeeld zeggen Agricola of zo, en dan moet iemand dat proberen te tekenen. Maar laat ik nu gaan voor woonkamer. Dan schrijf ik dat hierin, en op de eerste pagina schrijf ik woonkamer, want dat is ons geheim woord. Dat doet iedereen tegelijkertijd, maar iedereen heeft natuurlijk een ander woord. En wat je vervolgens moet doen is dit, het hangt er eigenlijk een beetje vanaf met hoeveel spelers je bent. Ben je met een even aantal spelers, dan ga je ook genoodzaakt zijn om het te schetsen, het woord dat je hebt gekozen. Ben je met een oneven aantal spelers, ga je eigenlijk meteen een boekje doorgeven en dan gaat eigenlijk de volgende speler kijken naar het geheime woord en proberen dat te tekenen. Dat is alleszins wat de spelregels zeggen. Hoe dan ook, op een gegeven moment gaat er dus iemand iets moeten tekenen. Normaal gesproken ga je dus de tijd, de zandloper omdraaien en dan heb je een minuut om het woord te tekenen. Nu, de schetsen zal het eerder zijn. Wat ga ik hier schetsen? Laat ik ervan uitgaan dat ik heel slecht kan tekenen, wat natuurlijk niet het geval is. En dat dit mijn woonkamer moet voorstellen, een zetel, een tafel en een tv. Nu, ik heb nog tijd genoeg over. Maar dit is dan degene waar de volgende speler mee moet doen. Die ziet dat en die ziet er misschien iets helemaal anders in. Ik weet nu niet wat hij erin gaat zien. Maar wat hij daarin ziet, moet hij dus eigenlijk schrijven op de volgende pagina. Pagina raad het. Dus je geeft eigenlijk dit boekje zo door, dus je bladert eentje verder. En dan gaat de volgende speler die dat krijgt, of ja, jij gaat ook een boekje krijgen natuurlijk, die gaat even terugkijken naar de vorige pagina en dan schrijft hij op wat hij denkt dat het woord is. Eventueel mag je een hele zin opschrijven als dat gemakkelijker is. Hiervoor wordt de zandloper niet omgedraaid, maar als hij iets heeft opgeschreven, stel dat hij zegt van er lijken 3 dieren te zijn en die schrijft dierentuin op, dan schrijft hij hier dierentuin en dan doet hij weer zo en geeft het boekje door aan de volgende. En zo blijf je verder gaan totdat het boekje eigenlijk met allerlei tekeningen en woorden geraden terug bij de eigenaar komt. De eigenaar gaat vervolgens gewoon... Dan gaat nog niet kijken, dat vind ik interessant om dat niet te doen. Of dat vind ik niet interessant om dat te doen. En die gaat als die aan de beurt is, gaat hij aan iedereen gewoon tonen wat er is gebeurd. Dus mijn woord was woonkamer. Dan beginnen sommigen al te lachen. En dan, oké, dit is een woonkamer. Ah ja, dan gaat er iemand zeggen, nu je het zegt, het is inderdaad een woonkamer en geen dierentuin. En zo ga je verder. Nu, het is moeilijk om dat op mijn eentje helemaal te tekenen en te raden, want ja, ik weet natuurlijk zelf wat ik aan het tekenen ben. Vandaar dat ik ook een aantal voorbeeldjes ga tonen zo dadelijk. Nu, er zijn 2 restricties wat je niet mag doen tijdens het tekenen. Je mag geen getallen en je mag geen letters schrijven. Want dan zou je eigenlijk het woord kunnen verraden of je kan een geluid schrijven of... Weet ik veel wat, dat mag dus niet, dat is een belangrijke voorwaarde. Dan, als iedereen dus zijn boekje heeft gekregen en we hebben het overlopen, kunnen we het scoren. Ik heb nog nooit gespeeld met scoren, want ik heb moeten opzoeken hoe het werkt. Maar ik ga het jullie wel even uitleggen. Voor een boekje heb je de mogelijkheid om 3 rondes te spelen en telkens de score op te schrijven. Je krijgt 1 punt als het woord dat je hebt opgeschreven ook nog het woord is dat op het einde geraden wordt. Is dat niet het geval, dan kies je sowieso het favoriete geraden woord. Dus
Als jouw woonkamer een dierentuin wordt en van dan een dierentuin wordt het ineens een zwembad, weet ik veel wat. Dan ga je bijvoorbeeld zeggen, oh, zwembad, dat is nu het grappigste woord dat er tussen zit. In beide gevallen, of het nu goed is aangekomen of niet, ga je ook je favoriete tekening kiezen. En die persoon krijgt ook 1 punt. Dus dat is de manier waar je punten geeft, maar ja, speel het zonder. Het gaat vooral om het plezier, zou ik zeggen. En dan maakt het ook helemaal niet uit hoeveel ronden je speelt. Dan ga ik even kijken naar wat de mensen gisteren hebben getekend. Ik heb wel namen uitgewisseld zodat ik niemand ga beledigen met de afschuwelijke tekeningen. Dus we zijn klaar met een ronde. Dan gaat iedereen aan beurt zijn boekje tonen en het begint gewoon natuurlijk op de eerste pagina. In dit geval moesten mensen een pc raden. Dit is een pc, je moet een pc voorstellen. Er staan heel veel pijltjes bij. Pijltjes mag je wel tekenen dus. Een game pc is dat geworden. Dan gaan we voor iets minimalistisch. Dat is nog steeds een computer. Oké, de C is wel uitgewist. By the way, we hebben hier kleurenstiften gebruikt. Ik heb mijn versie al zoveel jaren in gebruik. Sommige van de stiften zijn ondertussen al helemaal leeg. Dat is nog altijd een pc, een computer. Oké. Dat is goed gelopen. We waren maar met 6 blijkbaar. Of met 7. Dus dat is goed gegaan. Ik weet niet of het volgende boekje goed is gegaan. Laten we daar eens naar kijken. Hier moesten we een helikopter hebben. Dat is een helikopter. Dat is goed geraden. Nog steeds een helikopter. Nog steeds een helikopter. En dit ziet er nog uit als een helikopter. Maar toch is het ergens hier misgegaan. Geen achterste deel van een helikopter staat hier geschreven. En dat wil zeggen omdat hier staan er zo van die streepjes bij en daar staat een kruisje. Vandaar dat de persoon dacht dat het niet het achterste gedeelte van een helikopter is. Oké, het grootste deel was dat ook nog goed gegaan. Dit boekje, wat hebben we hier? Roze geur en maneschijn. Dat klinkt al wat moeilijker. Dus het is zo getekend, maar stel dat je dat zo voor je krijgt. Wat is de oplossing? Het is blijkbaar een stinkroosnacht geworden. Iemand vond het wat moeilijk om te tekenen, dus is maar voor een mooie roos in een stolp gegaan. Dat werd dan een Mariakapel. Dit is nog steeds een Mariakapel. Een kapel. Dus dat is ook een beetje misgegaan. Was ook geen gemakkelijke. Kijk wat er hier is. Haarspeldbocht. Ah ja, haarspeldbocht. Oké, dit is duidelijk een haarspeldbocht. Maar de persoon die dat bestraalde heeft er maar een speld van gemaakt. Oké, dit is een speld. Maar het wordt haarshell. Dit is dan. Moet dan iemand met shell in zijn haar voorstellen. Maar daar kon de volgende persoon niet veel van maken, dus dat werd dan maar een steel haar, vierkant. Oké, we hebben nog boekjes. Nee, hier hebben we niks. Ah, jawel, toch wel. Wat is het woord hier? Dat kunnen jullie zelf eens proberen te raden. Wat de persoon er hierna van heeft gemaakt is een regel of zin. Maar blijkbaar moest het een boektitel zijn. Hier gaan we verder voor regel of zin. Dat wordt een lijntje. En dat is een lijntje. Maar dat wordt een streepje. Nog eentje om het af te leren. Eens kijken wat we hier hebben. Een haarstylist. Wel, dat is een kapper. 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 Kaper of kapper. En nog steeds een soort van kapper. En dat is goed gekomen. Voilà, dan hebben jullie een aantal voorbeeldjes gezien. Goed, dat was wat betreft Wat schets je me nou? Ook gekend als illustration in het Engels. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.